Jawel, daar is hij dan. Top 5 beste streamingdiensten 2023. Zie je ook door het boom het bos niet meer? Hier bij Nerdbirds helpen we je graag op weg. Geef daar een duimpje omhoog of word gewoon abonnee. Ja, laten we snel van start gaan met nummer 5. Het is me al zo vaak door mijn strot geduwd. Door Apple krijgt werkelijk hier 3 maanden, daar een half jaar aankoop van dit toestel. Inmiddels heb ik er een beetje een haat-liefdeverhouding mee, maar toch is Apple TV Plus anno 2023 een online streamingdienst om rekening mee te houden. Vandaar ook de plek in de top 5. We hebben daar eigenlijk van alles, vooral documentaires, dingen zoals Boom Boom Becker had ik gekeken, de Beastie Boys Story, maar ook nieuwe films, sterker nog Oscar-winnende films, Coda van een paar jaar terug. Nieuwe serie zoals Silo. Het is echt een streamingdienst die er ook goed uitziet. Maar vooral ook telkens nieuwe content levert. En dat is toch wat je wil hebben als streamingdienst. Hoe lang het nog zal meegaan, dat weet niemand. Maar Apple TV Plus is ondanks of misschien wel dankzij die marketing, die keiharde marketing, toch uitgegroeid tot een van mijn lievelingsstreamingdiensten. Klein puntje van verbetering. Af en toe blijft hij toch nog haperen en het ligt niet aan mijn internet, want de andere streamingdiensten doen het prima. Al met al, Apple TV Plus, pak een gratis maandje mee of betaal, zo duur is die ook niet. En dan kan je allemaal dingen zien, behalve horror overigens. Ik heb er nog nooit horror op kunnen vinden, helaas. Nummer 4, jawel, dat werd, jawel is trouwens mijn trademark even voor de nieuwe kijkers, dus dat zeg ik heel vaak. Jawel! Disney Plus. Een paar jaar geleden, inmiddels bijna een decennium volgens mij, mengde Disney zich ook in die wereld van online streaming. Hadden uiteraard enorme franchises zoals Star Wars en alle Marvels, behalve Spider-Man, gekocht. En ja, daar komen nou eenmaal vroeg of laat goede series uit. En daarom is Disney TV Plus voor mij toch echt een streaming service om rekening mee te houden. Ik noem een The Mandalorian, Loki, maar ook nieuwe films zoals The Banshees of Inisherin, een van mijn favoriete films van vorig jaar. Binnenkort Avatar, The Way of Water. Allemaal komen ze terug op de Disney streaming service. En als je een jaar koopt, krijg je ook best wel fixe korting. Dat zien we wel bij andere streaming services, maar bij Disney TV is het waar voor je geld. Zeker anno 2023. Ben ik nog wat vergeten? Ongetwijfeld. Natuurlijk Dope Sick is ook een serie die critically acclaimed is over de drugsepidemie in de VS. Met Michael Keaton. En The Menu. Ook een film die vorig jaar furoren maakte en ontzettend leuk wegkijkt. Kortom, Disney TV Plus anno 2023. Gewoon je geld waard. En op nummer 4 van onze top 5 beste streaming services. Jawel. Op 3, ja, daar is hij dan. De meest goedkope en degene waarbij je ook nog eens gratis bezorging krijgt van Amazon. We hebben het over Amazon Prime. Ook weer zo'n dienst die heel veel geld pompt in die eigen content. Dat zagen we vorig jaar bij The Lord of the Rings, The Rings of Power. Dat zien we bij films. Binnenkort de nieuwe film van onze vriend Ben Affleck, Air. Ook een volledige Amazon Prime productie. En zo zijn er heel veel titels die je hier kan zien. Heel uiteenlopend qua genres, maar ook qua verhaalvertelling. Een serie zoals The Marvelous Miss Maisel, die ik zelf niet volg, maar die wel hele hoge ogen gooit. Fleabag natuurlijk, een van mijn lievelingsseries aller tijden. Hands down, allemaal Amazon Prime. Maar ook iets als James May. Natuurlijk na die grote breuk met BBC hadden Top Gear mannen overgestapt op Amazon Prime. Ik moet zeggen dat ik hun autoreeks niet echt heb gezien. Maar James May, die eerst in Japan en nu weer op Italië onveilig maakt als een soort gekke reporter. Ja, dat zijn gewoon allemaal dingen die er dankzij Prime zijn. Ook hier ga ik weer afkijken, want ja, Moon Age Daydream, de documentaire over Bowie en Everything Everywhere All at Once. De grote, bekende Oscar-film van vorig jaar. Allemaal van Amazon Prime. Kortom, een derde plek in onze top 5 beste streamingdiensten anno 2023.
Het was nog kantje boord wie er op 1 zou komen. Maar als ik je de nummer 2 vertel, dan weet je dat ook. Nummer 2 is geworden HBO Max. Gaat binnenkort ook weer veranderen. Wijzigt de naam. Kortom, de mensen die vanaf het begin erin zaten, krijgen niet meer levenslange korting. Ik zelf heb het inmiddels opgezegd nadat ik House of the Dragon had gezien. Maar HBO Max blijft een hele, hele sterke aanbieding hebben wat betreft online streaming. Ik lul zoveel. Ja, natuurlijk. The Wire. The Last of Us. Die serie die ook de best bekeken serie inmiddels is. Aller tijden. Dat is allemaal iets wat je kan zien bij HBO. Maar ook films. Hè? The Batman. Joker. Die hele DC universe. Staan daar allemaal. En ja, het werkt gewoon goed. Het is niet heel moeilijk of heel flashy. Het is juist heel erg... toegankelijk en het teert ook op zo'n enorm aanbod hè, van al die jaren wat er aan HBO-series is gemaakt, ook Chernobyl een paar jaar geleden. Het zijn allemaal top-series, The Sopranos. Je hoort het zowel oude dingen als nieuwe dingen, films, series, voor alles wat eigenlijk binnen HBO Max. En ja, daarom met recht de één na beste streaming service wat mij betreft anno 2023 in Nederland. Honorable mentions, je hebt ze. Ik kijk het dagelijks, maar niet voor de films, maar meer voor het voetbal. Viaplay heeft de Premier League, heeft de Bundesliga en ook nog eens een paar Nederlandse series met name. Dragons Den NL, Celebrity Masterchef NL. Als dat je ding is, ja, neem dan Viaplay, maar vooral voor het voetbal dus. Andere honorable mention, Videoland. Ook weer allemaal Nederlandse content. Van Mokro Mafia tot Tata de Film tot Hockeyvaders. En natuurlijk Temptation Island. Ik heb er weinig tot niks mee. Maar als je dat leuk lijkt, dan zit je goed bij Videoland. En de laatste honorable mention wat mij betreft. En eentje die echt mijn nummer 6 is. Het net niet heeft gehaald. Sky Showtime. Is de volgens mij de nieuwste van deze reeks, de nieuwste op de lijst, maar heeft echt een ijzersterk aanbod wat films betreft. Top Gun Maverick, Nope, ook leuk, de nieuwe film The Northman en ook ja, Star Trek Strange New World. Allemaal te vinden op Sky Showtime, zoals gezegd mijn nummer 6 en net niet de top 5 beste streaming services anno 2023. Snel door naar nummer 1. Ja, dat mag geen verrassing zijn. De oudste op de lijst, degene met het breedste aanbod, de meest gevarieerde. En ook werkelijk elke dag komen er weer nieuwe series en films bij. Netflix is 2023, staat 2023 synoniem voor online streaming. En dat is terecht, want soms komen er dingen op uit die je alleen daar kan zien, waar iedereen het over heeft. Een paar jaar geleden nog Squid Game, iets als Better Call Saul, maar ook dingen zoals Making a Murderer. Vorig jaar had je The Sandman. De lijst gaat on en on en on. Archive 81, ik ben altijd in de war met die getallen. The Witcher natuurlijk, maar ook films zoals In the West. All Quiet on the Western Front, een paar jaar geleden. Overigens met films, daar heeft Netflix nog wel een slag te slaan. Allemaal films die door Netflix worden gemaakt staan niet zo hoog aangeschreven. En andere films die ze dan aankopen, die zijn dan wel weer leuk. Pinocchio, Bullet Train, allemaal van vorig jaar, allemaal nu op Netflix te zien. En het is gewoon makkelijk als je zo'n groot aanbod hebt. Dat werkt vanzelf. Als je een beetje gaat scrollen, dan kom je heel snel dingen tegen die je nog niet hebt gezien. Heel veel van die true crime dingen, American Murderer en... Ach man, ik kan heel lang doorgaan over Netflix en jij waarschijnlijk ook. En daarom staat hij terecht, wat mij betreft, in de top 5 op 1 van de beste streamingdiensten anno 2023. Wellicht gaan in de toekomst veranderen en gaat deze volgorde op de schop. Ik bedoel, ik had ook niet kunnen weten dat HBO Max met stip zou stijgen. Dat Apple TV Plus toch nog iets is en Sky Showtime komt eraan. Hou er rekening mee, lieve kijkertjes. En geef ons een duimpje omhoog als je dit leuk vond. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En ik zeg, lekker streamen. Zeg, hou je van games? Hou je van films? Hou je van allemaal de hardware? Series, Netflix en zo? Abonneer je dan nu. Nerdbirds.nl